Dit is het BCS Journaal met Eugène Zondervriend. Hallo, het onderwerp van vandaag is de fusie tussen het Stedelijk Lyceum en BC Schöningen. We hebben voor deze speciale gelegenheid professor Dr. Soefhagel gevraagd om uit te leggen wat fusie nou in het algemeen inhoudt. We schakelen over naar het laboratorium. Ik ben professor Dr. Soefhagel. Ik ben specialist op het gebied van fusie. Ik ga jullie nu uitleggen wat fusie inhoudt. Een fusieproces bestaat uit een aantal stappen. Allereerst de inventarisatie van de aanwezige onderdelen. Sommige onderdelen kunnen namelijk gevaarlijk zijn en onverwachte reacties vertonen. Dan komt de initiële fase waarbij de twee stoffen voor het eerst met elkaar in contact komen. Vervolgens gebeurt er een lange tijd niets. Uiteindelijk zien we de fusie in werking en het resultaat blijft onduidelijk door veel rook. Wel is duidelijk een verhitte omgeving te zien. Soms zien we bij een fusieproces dat er meer kapot gaat dan van tevoren te overzien was. Hier zien we een tweede voorbeeld van een fusieproces. Het proces leidt tot een vergroting van de grijze massa. Zoals helaas vaak het geval is, lijkt het allemaal heel mooi. Maar het is eigenlijk alleen maar lucht. We danken professor Dr. Soefhagel voor zijn bijdrage. We schakelen nu live over naar het gemeentehuis, waar we zo dadelijk de aankomst verwachten van de vertegenwoordigers van BC Schöningen en het Stedelijk Lyceum. Deze zullen besprekingen gaan voeren over de fusie. Zullen we starten? Is goed. Mag ik dan van jou 4 AVO? Mag ik dan van jou 3 VMU? En mag ik dan van jou 4 VWO? Ja, oké. Maar dan krijg je er wel deze AC bij. Nou ja, vooruit dan maar. Ja. We hopen dat u heeft gezien dat de fusiebesprekingen in volle gang zijn, maar vooral dat de fusie in goede handen is. Dit was BCS-journaal en ik ben Eugène Zondervriend. Ja, maar die wil ik nog. Nee! Ja! Die wil ik! Goeie. Ja.